President Desiree Bouterse heeft gisteren in een televisietoespraak strenge maatregelen aangekondigd. De avondklok zal vanaf vandaag in heel Suriname gelden van 6 uur 's avonds tot 6 uur in de ochtend. Samenscholingen worden teruggebracht naar maximaal 5 personen. De eerder aangekondigde versoepelingen worden per direct teruggedraaid. Crèches zijn weer gesloten en de heropende markten gaan weer dicht. Verder moeten alle bedrijven terug naar de hoogste voorzorgsmaatregelen. Casino's en horeca zijn weer gesloten voor bezoekers. Het staatshoofd deed een oproep aan een ieder om zich te houden aan de maatregelen, zodat we de verspreiding van COVID-19 onder controle kunnen krijgen. Waar we voor waarschuwden, lijkt nu te gebeuren. Op dit moment wordt een explosief groeiend aantal personen positief getest op het virus. Dit baart ons zeer, zeer grote zorgen. We zien ons binnen de afgelopen 24 uur geconfronteerd met clusters van besmettingen in Paramaribo en lokale verspreiding van besmetting in Albina en omgeving. Ondanks dat de grenzen gesloten waren, hebben individuen ons doelbewust tegen alle regels in groot gevaar gebracht, waarbij wij nu van de dorpen in het oosten tot in de stad en het verre binnenland te maken hebben met de gevolgen van deze grove onverantwoordelijkheid. De gezondheidsteams zijn direct aangevangen met het nagaan van contacten van besmette personen. De president gaf aan dat Suriname zich in code rood bevindt. U begrijpt dat code rood betekent dat we naar een nieuwe fase gaan, benadrukt de president. Fase waarbij wij wederom een beroep op u doen. In deze fase stellen wij de gezondheid als ook de uitvoering van de volkswil als absolute prioriteit. Neemt u de komende 2 weken uw eigen verantwoordelijkheid om zelf en anderen te beschermen. Realiseert u zich dat wij COVID-19 vrij waren? Door onmaatschappelijk gedrag is de realiteit dat COVID-19 thans hoogtij viert in Suriname. Ons gezamenlijk doel is nu om besmettingen te vertragen, zodat de capaciteit van onze zorgverleners niet overbelast wordt. Als regering zullen wij uw veiligheid helpen garanderen door de maatregelen op te schroeven. Dat was president Desi Bouterse gisteren in zijn televisietoespraak. De maatregelen in het kader van COVID-19 zijn weer verscherpt. Aan een ieder wordt gevraagd om zich te houden aan deze maatregelen, zodat verspreiding van het virus beperkt kan worden.